Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Nelly. En welkom in ons drugslab. Ja, ben je duizelig of zo? Ik denk net of ik gedrogeerd ben of zo. Zo. You know the fucking concept. Ja, en we zijn weer terug in ons mooie lab om een nieuwe drug voor jullie uit te proberen. Ja, en ben jij nou ook benieuwd naar een bepaalde soort drug? Ja, laat dan een berichtje achter in de comment, want wie weet proberen wij het wel voor je uit. Ja, en Bram en Lennart die waren dus heel erg benieuwd naar... Temazepam. Temazepam is een slaapmiddel wat behoort tot de groep van benzodiazepine. Het wordt gebruikt bij behandeling van slaapstoornissen. Wij hebben het hier in gelcapsule van 10 milligram, maar je hebt het ook in tabletvorm. Het belangrijkste werkingsmechanisme van Temazepam is een specifieke binding aan de GABA-receptoren in je centrale zenuwstelsel. En dit heeft een remmend effect op je centrale zenuwstelsel. Dat zorgt voor slaap, geheugenverlies en stressvermindering. Ja, en bij een hoge dosering zorgt het voor bewusteloosheid, coma en ademdepressie. Temazepam valt onder de geneesmiddelenwet. Het is niet verboden, maar je mag het niet zomaar kopen of verkopen. Het is alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Nou, ook wordt Temazepam recreatief gebruikt, want als je je verzet tegen de slaap, dan kom je in een bepaalde lekkere roes terecht. In Nederland zijn zo'n 600.000 mensen verslaafd aan benzodiazepines en behoort het tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in Nederland. Als je langere tijd gebruikt en dan wil stoppen, dan treden er lichamelijke klachten op, zoals hoofdpijn, trillen, duizeligheid en misselijkheid. Dus als je met het middel wil stoppen, overleg het dan eerst met een arts. Oké, met steen, papier, schaar gaan we uitmaken wie het gaat doen. Ja. En wie er verliest, die moet het nemen. Oké. Okay. Ja? Okay. Steven, wie is schaar? Ik zei het heel snel. Nou, de psychische effecten zijn dat je je zorgen vergeet, je voelt je ontspannen, licht euforisch, je krijgt een roeseffect en je voelt geen pijn meer. Ja, en gevoelige personen kunnen ook depressieve gevoelens krijgen of zich heel erg opvinden of juist woedeaanvallen krijgen. Maar ik denk dat je dan woedend wordt als je in slaap valt en je maakt mij wakker. Dat ik dan zoiets heb van, oh, hou op, weet je, ook dan boos wordt. Hoe slaap jij? Ja, ik sta best wel kut eigenlijk. Ik kom heel moeilijk in slaap, want ik heb juist als ik ga slapen altijd, ga ik juist over dingen nadenken. En dan lig ik echt 2 uur wakker. Ik ben zo jaloers op mensen die gaan slapen en gewoon bam, in 1 keer weg zijn. Ja, zo... die kussen raken en dan weg zijn. Nee, nou, ik kan dat niet. Nou, we gaan natuurlijk wel proberen of je het tegen kan houden. Mm-hmm. Kijken of dat mogelijk is. Ja. Of dat je gewoon in 1 keer in slaap dondert. Voordat jij het gaat nemen, gaan we eerst even wat testjes doen om te kijken hoe je vooraf reageert. We beginnen met de kleurentest. Hier staan allemaal woorden in een bepaalde kleur. En jij moet de kleur zeggen en niet het woord lezen. Oké. Okay. Go! Groen, rood, blauw. Geel, blauw, zwart, rood, blauw, groen, zwart, rood, geel, groen, blauw, zwart. 15 seconden en 45 honderdste. De volgende test. We gaan even kijken hoe sterk je nu bent. Dus ik wil je vragen of je 10 keer met de dumbbell op en neer kan gaan. Lekker. Yes. Oké. Okay. Niet wegjes zien. Voltooid. En we zijn aangekomen bij de laatste test. Een cognitieve test van Erikson Flanker. Oké, okay, jij moet zo meteen het middelste pijltje in toetsen, op je toetsenbord. Ja? Ja? Yes. Heb je het? Yes. Oké. Okay. Actie. Yes, 100% goed. Ja, en 744,69 milliseconden. Jij gaat het nemen. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Nou ja, een gebruikelijke dosering is een half uur voor het slapen gaan 10 à 20 milligram. De dosis kan variëren tussen 10 à 40 milligram. Maar jij gaat voor 20 milligram en dan mag je daarna ook echt niet bij nemen. En wat ook echt heel belangrijk is, is dat je Temazepam nooit combineert met andere downers. Oké, okay, 1 pilletje is 10 milligram. Dus ik neem er 2 en dat is 20. Ik ben zo benieuwd. Doe mij. Met rusten. Worden je ogen al zwaarder? Ja. Voel je al iets? Pas.
Gaat het? Ja, ik ben weer duizelig of zo. Ja? Ja, mijn hoofd is heel licht. Ja, je hebt een soort van of je... als je onder de kozen gaat of zo, weet je wel? Ja? Zo langzaam. Weg. Ik praat ook vet langzaam. Je hebt hele kleine pupillen. Zijn je ogen ook zwaar? Mijn benen worden ook heel zwaar. Kan je nog helder zien? Nee. Is alles wazig? Ja. Ja? Ik weet ook niet waar ik heen moet kijken. En we zeiden als je een beetje vecht tegen het in slaap vallen, dat je een soort van roeseffect krijgt. Ben je in een soort roes? Ja. Dat is heel raar. Ik voel me zo langzaam zo. Het zit zo in mijn hoofd, zo. Ik moet soms zeggen wazig in mijn hoofd. Ik moet heel moeilijk nadenken. Ja. Meer. Oh, ik kan ook niet meer bewegen gewoon. Ik voel me een soort van of ik dronken ben of zo. Ik denk net of ik gedrogeerd ben of zo. Snap je? Zo zie je er ook uit. Ja? Oh, wow. Ogen staan echt op 6:30. Ik ben ook niet zo spraakzaam of zo. Nee. Ik kan nergens over nadenken. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Pas. De tijd is aangebroken om de proefjes te doen. Ja? Ja. Goedemorgen. Als iemand je 's nachts wakker maakt, dat je moet opstaan, is het dat gevoel? Bas, we gaan testjes doen. Ja? Oké, we gaan weer de kleurentest doen. Go! Groen, rood, blauw, geel, blauw, zwart, rood. Blauw, groen, zwart, rood, geel, groen, blauw, zwart. Yes. 35 seconden en 6800ste. Ja? 10 keer. 1. Te zwaar. 2. Come on. 3. Oh, zo moe. Zo moe. Niet normaal. Oké, maar wel 10 gehaald. Hoe zwaar voelde het? Dit is 4 kilo. 100. Dat is 100 kilo? Dat was saai. Ik hou het bijna niet. Laatste testje. Go. Oh. 75%, 177, 45, 100. Nou ja, we zeggen het altijd al, maar als je onder invloed bent van welk middel dan ook, ga nooit de weg op, want echt, het is gewoon levensgevaarlijk. Wees weg. Waarschijnlijk heb je daar echt geen zin in.
Maar we gaan even dansen. Nee. Ja. Oeh, nou ben ik moe. Hé, kom je in een soort van extase? Nee. Ik ben alleen maar slapen de hele tijd. Mijn ogen vallen ook gewoon dicht. Voel je een soort roesje? Voel je een beetje high, een beetje stoned? Ja, zoiets. Weer zo'n high gevoel. Ben je vrolijk? Maar dan heel moe. Nou, ik kan er niet echt om lachen. Ik heb echt geen zin om te praten. Nou, wat wel zo is met dit middel, dat als je het eenmaal gaat gebruiken, dat het schijnt dat als je er daarna mee stopt, dat juist die problemen juist erger worden. Dus dat je dus nog meer last van slaapstoornissen hebt, nog gestresster raakt. Het is zo moeilijk om eigenlijk van die stokjes hebben. Die zo op mijn ogen zitten. Ja, zo. Is dit beter? Ja. Nou, dan doen we toch gewoon het programma verder. Ja. Zou je nu in de verleiding komen om dit 's avonds te nemen? Nou, het helpt wel, maar... Nee, want als je dat blijft doen, dan wil je maar blijven. Dan kan je niet meer zonder. Dat is ook... Stel, ik moet dan een keer stoppen, dan kom ik nooit meer in slaap. Dan slaap ik nooit meer. Ondanks dat ik er geen zak aan vind, is het wel echt super indrukwekkend wat dit met hem doet. Echt in 10 minuten wilde hij al slapen. En eigenlijk de hele aflevering lang zit er gewoon een slapende Bastiaan naast me. En hij probeert zich er tegen te verzetten, maar volgens mij is dat nu ook gewoon klaar. En wil hij gewoon de hele tijd slapen. Door het Temazepam raak je makkelijker in slaap. En ook zorgt het ervoor dat je minder vaak wakker wordt tijdens je slaap. Maar daarentegen verkort het wel je slaapstadium. En als je zo'n 10 tot 20 milligram Temazepam hebt geslikt, dan is de werkingsduur zo'n 8 uur. Maar het wordt echt aangeraden om 24 uur niet deel te nemen aan het verkeer. Dus ook niet ergens gaan fietsen of ergens op een drukke straat gaan lopen. Gewoon niet doen. Dit was Drugsnap voor deze week. Ben je nou benieuwd naar een bepaalde soort drug? Laat dan een berichtje achter in de comments. Of als je bepaalde ervaringen hebt, leuk of minder leuk, willen we dat ook zeker graag lezen. Hierna heb je nog een filmpje waarin Bastiaan vertelt hoe hij zich morgen voelt. En daar ben ik ook wel echt heel benieuwd naar. Nou, lieve mensen, slaap lekker. Tot volgende week. Is dat klaar? Ja. Zo, een dag na de Temazepam en ik voel me eigenlijk wel goed, maar gisteren na de uitzending ben ik gelijk in slaap gevallen, gelijk 2 uur geslapen. En dat is wel denk ik het gevaar van dit medicijn, dat mensen het zomaar gaan gebruiken elke dag en daardoor verslaafd raken en denken dat ze zonder Temazepam niet meer kunnen slapen. Dus ik denk dat je echt moet uitkijken met dit medicijn en ook mensen die ecstasy gaan doen en dan 's avonds thuiskomen niet kunnen slapen en een Temazepam erin gooien, echt niet doen, want het is echt super gevaarlijk, echt waar. Nou, ik zie jullie de volgende keer weer. Hoi!